Dit is helemaal niet goed. Ga alsjeblieft 112 bellen. Snel. Wat is hier meisje te water geraakt? Ja, bewusteloos. Ja, ze komt weer bij. Lekker. Hoe gaat het? Ja. De dokter vindt dat er even een ambulance moet komen. Hij is onderweg. Oké, ze is hier weg. Wil je een deken? Top. Goed. Niet vertellen wat er gebeurd is. Ik ben gevallen in het hart. Ja, kom maar lekker dit, hè. Een beetje van. Kan zomaar gebeuren. Maar gelukkig wist ze precies wat ze moest doen. Anders was het misschien wel heel anders gelopen. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als iemand bewusteloos raakt? Dit zijn longen. Zoals je ziet gaat daar lucht in en uit. Precies zoals het hoort. Onze longen bestaan uit allemaal longblaasjes en bloedvaten waar zuurstof uitgewisseld wordt. Als je verdrinkt, krijg je geen verse lucht meer. Dus geen zuurstof meer. Je ademhaling stopt ermee. Gelukkig blijft je bloedsomloop wel doorwerken. Maar die krijgt geen zuurstof meer. De hersenen kunnen heel slecht tegen wat minder zuurstof. Dus ze werken niet meer zo goed. En daardoor raak je bewusteloos. Wat moet je nou doen als iemand bewusteloos is? Gaan beademen. Jij moet zorgen dat de longen weer gevuld worden met lucht en zuurstof dus. De mond-op-mond beademing. Zorg eerst dat het slachtoffer op de rug ligt. Maak de luchtwegen vrij, want je moet wel zorgen dat de zuurstof ook echt in de longen terechtkomt en niet in de maag bijvoorbeeld. Het hoofd achterover strekken. En niet zo, want dan kan de tong de toevoer belemmeren. Dus het hoofd van het slachtoffer iets achterover strekken.
Als je de neus van het slachtoffer niet dicht houdt, gaat de verse zuurstof via de mond de neus weer uit. Dus daarom altijd de neus dicht houden, zodat de zuurstof goed de longen in kan stromen. En als de longen zich weer vullen met lucht, krijgen de hersenen vanzelf ook weer zuurstof, waardoor het slachtoffer weer bij kan komen. Dit is Jonathan. Hij gaat jullie, samen met mij natuurlijk, laten zien wat er precies gebeurt in het lichaam als iemand bewusteloos raakt. Oké, we hebben net gezien hoe dat werkt in je lichaam met mond-op-mond beademing. Maar hoe doe je dat nou zelf? En wie hebben we vandaag meegenomen, Jonathan? Ja, dit is een pop. Daarmee kan ik laten zien hoe het moet met die mond-op-mond beademing. Maar hij is nogal zwaar. Ja, laat hem dan maar liggen. Dat moet toch. Dank je wel. Op de eerste plaats controleer je dus altijd de ademhaling. Ja, hallo. Dit is een pop. Wat denk je zelf? We moeten natuurlijk wel net doen alsof het een mens is. Hij is net uit het water gehaald, weet je nog? Dus hoe controleer je de ademhaling? Oké, jij je zin. Ligt het slachtoffer op de rug? Ja, dat zie je toch? Ja, breng het hoofd iets achterover met een hand op het voorhoofd. Til de kin op door twee vingertoppen onder het benige gedeelte van de kin te plaatsen. Open de mond en kijk of er iets in zit. Maak eventueel de mond schoon en leeg. Yep, mond is leeg. Dan gaan we de ademhaling controleren. Hou je mond boven mond en neus en kijk of je de borstkast omhoog ziet gaan van het... zullen we hem maar gewoon Hans noemen of zo? Ja, Hans. Mijn best. Ja, of weet jij een betere naam? Oh, we kunnen hem natuurlijk ook Van der Vaart noemen. Of nee, Kuit. Hallo, nee, ga eens door. We zijn bezig met Hans redden, weet je nog? Oké. Is er geen ademhaling? Dan ga je beademen. Je doet het hoofd weer iets achterover, net als daarnet. Knijp nu zijn neus dicht met duim en wijsvinger. En haal eerst diep adem. Trouwens, het is natuurlijk wel belangrijk dat je 112 direct laat waarschuwen als eerste. Want anders heb je de... Hallo. Ja, dat moest ik even vertellen. Waar waren we? Haal dus diep adem. Plaats jouw mond wijd open over de mond van het slachtoffer, in ons geval Hans dus, en blaas je adem ongeveer 2 seconden in zijn mond. Kijk schuin naar de borstkas van Hans of deze ook weer omhoog gaat. Haal je mond weg en let goed op of de borstkas van Hans dan weer naar beneden zakt. Let op dat je de adem van Hans niet zelf opnieuw inademt. Nu weer diep inademen en beademen en dit blijven herhalen. Doorgaan totdat Hans zelf gaat ademen of ambulance mensen het van je overnemen. Maar het maakt gewoon nog uit of je kinderen of volwassenen beademt. Ja, hallo, dat weet ik ook wel. Het is namelijk zo... Laat mij maar even. Oké. Bij volwassenen moet je ongeveer 12 keer per minuut beademen. Dat is 1 keer in de 5 seconden. Bij kinderen moet je iets harder doorwerken. Dan moet je 20 keer per minuut beademen. Dat is ongeveer 1 keer in de 3 seconden. Klopt toch? Wacht even. Dat is dan 12 gedeeld door... Klopt wel hoor. Trouwens, waar je rekening mee moet houden, is dat je bij kids iets minder lucht inblaast dan bij volwassenen. Nou, dat was hem. Het is niet moeilijk en je kan er zomaar iemands leven mee redden. Het is wel belangrijk dat je het allemaal heel snel doet. Ik zou zeggen, probeer het thuis ook eens. Nou, ik ben Hans veilig op. Wie weet tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Doei! Ja, wacht, dat moet dan ongeveer om de 3 seconden zijn. Jonathan! Hans, hallo. Tot ziens. Help uw leerlingen bij het behalen van het diploma Jeugd Eerste Hulp A en stoom ze klaar met behulp van de handleiding en het vragen- en opdrachtenboek. Nu bestellen bij Teliac NOT. Bel tijdens kantooruren 0900 1344 of kijk op www.schooltv.nl.